En goedemorgen, het is zaterdag en welkom bij een nieuwe vlog. Of nou ja, vlog. Het zal niet veel gevlogd worden, want hoe ga ik het uitleggen? Jullie hebben me enkel gezien, de vorige vlog. En dat ging van de week zo verschrikkelijk veel pijn doen. Dat ik gisteren op mijn verjaardag, jawel, ik was gisteren jarig, een dagje ziekenhuis heb doorgebracht, want mijn enkel is gebroken. Dus ik kan niks. Dochter kan binnen. Dus, maar goed. Ik heb wel een verjaardag vanmiddag. En daar ga ik wel naartoe. En Kaylee. En dan neem ik jullie gezellig mee. Dus, maar voor nu even rustig aan. Ik was gisteren jarig. En deze heb ik gewoon van mijn schoonzoon gehad. Hoe lief. Hoe cute. Wow. Leuk hè? Yes. Chicky, we gaan lunchen. Sushi, mens. Sushi. Rassi gaat lunchen. Toch? Ik ga ook lunchen. En we liggen weer in bed. Ja. Gezellige vlog. Kort samengevat, was er een helweek? Ja, wanneer niet, joh. Gisteren was ik jarig. Jee, woep woep. En ik moest gisteren foto's laten maken van mijn been. Nou ja, die man kon in eerste instantie niks zien. En hij zegt van ja, dan moet toch, door het altijd even door een specialist naar gekeken. Dat ging best wel lang duren. Ik zei, ja, nou, ik zeg, dan ga ik best even mijn dingen doen. Ik zeg, want anders, hè. En binnen een half uur belde ze van, ja, er zit toch een scheur in je bot. Of toch een breuk. En je moet toch naar de spoedeisende hulp. Ik denk, what the fuck. Dus, daarna weer terug naar de spoedeisende hulp. Nou, dat duurde het ook wel best wel lang. Maar die pees eromheen is ook ontstoken, dus ik kon het niet in het gips zetten. Tape is een nachtmerrie, want als je tape eraf trekt, trek je mijn huid mee. Dus nu heb ik een drukverband erop en ik moet op krukken lopen, maar ja, dat trekken mijn armpjes niet natuurlijk. Dus ja, ik strompel van hot naar her. Nou, ik strompel helemaal nergens heen, want het doet gewoon zeer en ik lig gewoon liever. Maar goed. Ik ga het even wachten op Rasje, die is douchen. En daarna ga ik eventjes naar haar verjaardag toe. Van mijn grote vriendin Kaylee. En daarna lekker naar huis. En dan weer lekker het bankje op. Duurt ongeveer een week of 6. Dus ik ben dan wel even zoet. Ja. Ik kan wel oplopen, want ja, ik loop er 3 weken al op natuurlijk. Maar ja, het is niet echt... Dat je zegt, top. En je weet nu wat dat er research in zit. En dan vind je het wel eng. Dus ja. Ik moet lekker rustig aan. Ik ga nu nog even rusten, ja. Even bijdenken. Het is al helemaal versierd. Koud, het is hartstikke warm, man. Wat? Ook doen? Ja. Ja, sexy toch? Sexy. Moet ook op mijn verjaardag. Ja, jij bent volgend jaar pas jarig. Ja, ja, kijk even het thermostaat, wou ik zeggen. Kijk hoe gezellig. Oké. Check op jullie. Ze was zo moe, ik kon het niet meer naar... Ik wilde dat ik lossen. Kijk, kijk. Ja, er is zo mijn kind. Ik kan niet lukken. Ik zou eerst moeten gaan. Dat is ook leuk. Ik loop nu even door, maar dan wist niks. Echt hè, maar. We hebben er niks gehad. Nee, mooi verhaal weer. Mooi weer, wij zijn de liefde. Ja, toch? Is een mooi kind. Dat is mijn grootste vriendin. Ja, dit is mijn BFF. En waar je voor?
Hier, doe jij het even. Meneer, wil je ook? Ja, ja. Water. Dank je. Mag ik even? Ja. Zo, ik ga de vlog ook afsluiten. Oeh, overlicht. Oh. Ik heb zo'n pijn mijn poot. Ja, ik ga zo even dat sexy verband eraf halen. Dat drukt dus de pest erop. Oh. Maar het was wel even gezellig op de verjaardag van Kaylee. Nou, top. Op naar de volgende verjaardag. Volgende week. Oh. Zaterdag is Rochelle jarig. Dat vieren dan. Met familie en vrienden. En vrijdagavond gaat ze met vriendinnen naar de bioscoop. Dus super leuk voor haar. Dus ik heb wel even een druk weekje voor de boeg. Nou, druk. Voor zover druk. Dus. Maar goed. Het is niet veel vlog. Ik kan er ook niks aan doen. En ja, ik ga hem lekker afsluiten. Hey, bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei!